We hebben een mooi koffiestapparaat, een Philips Senseo. Maar iedere ochtend gebeurt het weer. Wil ik twee kopjes koffie zetten met het fantastische apparaat, is het reservoir niet voldoende gevuld. Na twee halve kopjes stopt hij ermee. Hoe kan dat nou weer? Hé, het lampje knippert. Wat betekent dat? Dat betekent water op. Is het water op? Ja, het water is op. Wat een domper deze ochtend. Zo, we plaatsen het reservoir weer terug in het apparaat. En dan denk je, kan je verder gaan met koffie zetten? Nee, laat die langzaam knipperen. Water moet eerst worden opgewarmd. Weer op het startknopje drukken. Wat een gedoe. Dit moet slimmer kunnen. Op kantoor is mijn koffiezetapparaat toch ook aangesloten op de waterleiding. Waarom heb ik dat thuis eigenlijk niet? Kijk, een vlotter, elektronica, een afsluitventiel, wat pijpjes van de gamma en hoppatee. Automatisch slaat hij aan, vult het water bij en als hij aan het bovenste niveau is, slaat hij ook weer automatisch af. Nu kunnen we ongestoord kopje koffie zetten. Het systeem zorgt ervoor dat het reservoir altijd gevuld is. Hoor eens, hij slaat alweer aan om bij te vullen. Oh ja, en dan nog iets. Mocht je nou bang zijn dat je keuken onder water komt te staan doordat er iets misgaat. De elektronica zorgt ervoor dat het afsluitventiel nooit meer dan een seconde of 10 open blijft staan. Ook al zou de vlotter niet functioneren. Kijk, ik heb het reservoir even helemaal leeg gegooid. Na 10 seconden stopt hij automatisch.